Je hebt toch wel eens een drol die je moet inhouden? Ja? Ja, dat is het. Jezus Christus. Hé hey man, leuk dat je kijkt. Giel hier. Nog 28 dagen. Op dit moment rij ik in Den Illep. Ik ben namelijk onderweg naar Mark Tuitert. Topsporter. Schaatser voorheen. Die flink kan sporten. Ik heb er eerder gesport. Check it out. Ja. Huh? Yes! Ah ja. Ja! En nu op deze zaterdagochtend, niet echt verder een workout of wat dan ook, maar heeft hij me gevraagd om, ik weet eigenlijk helemaal niet waarom, om eventjes een uurtje te komen opdrukken. Ik denk, ah, zaterdagochtend, vrijdagje, een beetje in de spirit blijven. Dus dat ga ik nu doen. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12. Hoeveel heb jij er gedaan, Mark? 1000. Meer dan 1000. 1100. Hoeveel heb jij er gedaan? Ik heb er 99 gedaan. Nou, lekker toch? Ja, lekker. Nou, ik heb er. Even kijken. 1, 2, 3. Ja, niet alle streepjes zijn voorbij. Ja, precies. Lekker. Er waren 100, hè? Dus ik denk 100. Ja, precies. 69. 69. Maar je moet nog 19 bij, natuurlijk. Hè? Ja, 19 niet. Ja. Lekker. Een man. Ja, die echt van alles over weet. Hij heeft een kanaal, hij is een sporter. En oh, wat zit hij goed in zijn vel. En toffe gast ook. JJ Boske. Oh, we kunnen ook lekker dansen. Dat is top. Ik wil je niet laten trekken, maar ik heb hier nog een plek met JJ. Ik heb een opgekomen. Wat heeft het geleden? Ah, kijk. En daar is hij. Oh, we gaan ook echt in de ring. Nee, we gaan... Hoe is het? Hey man, ja, goed. Nee, we gaan niet in de ring. Nee, okay. Ik heb een schouderblessure, dus ik moet even rustig aandoen. Maar hoe komt die blessure? Rugby gewoon. Jij bent dus ook, jij komt gewoon echt uit het leven van Joël ook. We hebben samen gerugbied. Ja. We hebben, onze vaders kennen elkaar goed. En hij is gewoon geniaal in dat soort dingen opzetten. Maar had hij vroeger al hoor. Ja. Hij kwam altijd al bij ons en zei: ja, ik ga mijn eigen pre-workout beginnen. En toen begonnen wij te lachen. En moet je kijken wat hij nu doet. Ja. Dus hij doet het fantastisch. En zo zijn er meer jongens die het heel goed doen. Maar Joël ken ik goed. Ja. Nou, daarover gesproken, ik stap nu ook een beetje in de wereld van dat soort dingen. Ja. Van ja, moet je supplementen en welke zijn dat dan? Wat staat er op jouw menu? Op mijn menu, ik gebruik eigenlijk op het moment alleen vitamines. Oh ja. Ik zorg gewoon dat ik al mijn vitamines goed heb, dat ik die gewoon goed heb. Maar ook geen eiwitten shit en zo? Nee, ik gebruik voor mijn dagelijkse vitamines gebruik ik Animal Pack. Dat is een zakje met alle vitamines. Oh. Alle vitamines neem ik zorg dat bam, bam, bam. En dan ben je klaar. En nog veel meer dan dat. Het is een beetje overdreven, maar... En zo heet dat? Animal Pack, ja. Krijg je wel van mij. Regel ik voor je. Animal Pack, ja. Okay. Vroeger wou ik heel groot, fors en sterk worden. Yeah. En nu wil ik gewoon mezelf fit en lekker voelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook toen ik de cover van de Men's Health deed, was ik echt een soort van machine. Ja. Yeah. Maar ik was... ook een beetje wel agressief en dat wil ik weg hebben. Je wil gewoon normaal zoals je bent. Goed zoals ik ben, lekker relaxed. Nee, voor de rest probeer ik gewoon goed te eten. Iedereen weet wel wat goed of slecht voor je is. Suiker in je koffie, ja. Cappuccino's drinken, frisdrank. Ja. Als je dat soort dingen gewoon niet doet, dan ga je al zoveel... Dan ga je al lekker, hè? Ja, dat merk ik. En als je dan er rustig bij sport gewoon de dingen doet die je leuk vindt, dan gaat het echt goed komen. Hoe vaak train je per week? Nou, ik probeer wel
Als ik niet te druk ben, probeer ik 3-4 keer in de week te gaan. En anders kom ik op 2 keer uit. En jij dan nu? Ik nu 3 keer. Ja. Maar heb je al het gevoel dat je meer wil? Dat had ik niet verwacht dat ik dat zou zeggen. Maar gisteren was donderdag. Ja. En toen stond ik op. En toen dacht ik al, ah jammer. Het is donderdag. Vandaag geen trainingsdag. Ja? Ja. En ik merk het ook, want ik merk dan bijvoorbeeld... ik zit best wel nu, ik moet nog echt een beetje gaan kutten. Die fase komt eraan. Maar ik... let sowieso al op mijn voeding, waardoor ik dan 's middags ook echt wel een beetje dacht van hè, hongerig shit gevoel. Terwijl als ik train of ga trainen, dan vind ik dat minder. Terwijl als je dat dan niet doet, dan denk je ja. En dat onoverwinnelijke gevoel dat je hebt nadat je hebt getraind, dat je het toch hebt gedaan. Je slaapt lekkerder, je wordt beter wakker, je bent uitgeruster in je hoofd. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon echt, ja. En daar kom je achter pas als je het doet. Ja. Je ziet een hoop jongens die... echt voor de spiegel staan en dan elke dag de blokken gaan bekijken en elke dag gaan kijken van hoe zie ik eruit. Ja, nou daar ben ik nu wel een beetje mee bezig. Ja, maar dat komt altijd in het begin. Okay. Omdat dat is hetgene waar je van denkt, je wil iets zien qua verandering om nog gemotiveerder te raken. Uiteindelijk als je dat hebt gedaan, dan ga je kijken naar balans. Balans, dagelijks leven, hoe voel ik me, wat is realistisch, hoe zorg ik dat ik de ultieme versie van mezelf ben. Ja. Dus dat is de volgende fase. Kijk, ik heb nu gewoon natuurlijk een challenge, een uitdaging. Vandaag nog 29 dagen. En ik begin nu al een beetje, ik begin sowieso te knijpen of het gaat lukken met die sixpack of niet. Maar goed, dat is de challenge, dat is de road. Ja. Maar ja, wat daarna, weet je wel? Want ergens voel ik wel, hé, ik wil wel blijven sporten. Ja. Maar ga ik dan ergens naartoe werken? Hoe gaat het een normale plek in mijn leven krijgen? Ik denk dat als je gewoon goed blijft trainen, een beetje op je eten blijft letten, wordt het altijd beter dan wat het was. Ja. Laat je niet gek maken door mensen op Instagram. Nee. Want die plaatsen foto's van jaren geleden van hun beste shoot. Weet je wel, dat is... Laat je niet gek maken door Instagram. Oké. Okay. Laten we gewoon een beetje aan de slag gaan. Ik ga 20 minuten fietsen. 20 minuten? Ja. Normaal doe ik een hoodie om. Even de gangster. Doe ik mezelf helemaal inpakken. Ja. En dan ga ik gewoon 20 minuten echt even zweten. Is het heel slecht als ik nu al vet in mijn bovenbenen voel, hè? Nee, dat is heel goed. Oké. Okay. Misschien heb je hem ook een beetje zwaar staan. Oh. Kan dat? Ja, ik heb geen idee. Zie je het? Je bent aan het trainen voor sixpack. Ja. Uiteindelijk ga je straks zien dat je eigenlijk gewoon fit wil zijn. Tuurlijk, nee, maar dat ben ik al lang achter. Sterker nog, ik ben er ook wel achter dat de sixpack zeer onnatuurlijk is. Gewoon totale onzin eigenlijk. En het mooie is dat eigenlijk iedereen een sixpack heeft. Ja. Niet alleen vet afgevallen. Ja, maar dat is het echt. Sterker nog, dat wist ik niet. Nee. Je kan je buikspieren helemaal niet echt onwijs trainen. Ze kunnen niet veel groter worden dan ze zijn. Ja, en je kan, als je echt een sixpack wil, moet je gewoon meedoen aan Expeditie Robinson. Dan val je zoveel af, dan heb je zelf een sixpack. Oké, okay. We zijn warm. Ja. Ja, ik doe dit echt helemaal, ja. Maar entry, dat vind ik top, is heel erg van, hè? Hoe noem je dat, compound, gewoon echt trainen. Ja, ja. Maar er zit geen beweging, komt eraan te pas eigenlijk. Nee, terwijl je zo meteen loop je naar buiten en denk je bij jezelf, oh, dat is... Nee, het is wel lekker. Ik weet dat ik met Joel bij zijn eigen ding, die ging ook even heel snel, hoe noem je dat? Sprintjes? Ja, gewoon, ja. Maar het is grappig dat jij dat doet. Ja, we moeten nu doen. Oh, lunches met de ex-trainer is. Ja, oké. Okay. Waarom? Omdat je hier bezig om te communiceren. Ja. Dit aanspannen. Ja. Niet met je knieën grond raken. Hop. Maar kijk, jij zegt daar iets. En dat begint langzamerhand een grap te worden. Maar dat is ook een beetje mijn soap. Ja. Maar ik weet dus niet hoe ik mijn buik moet aanspannen. Dat klinkt heel gek, maar het is een beetje als ik zeg, ja, trek je wenkbrauwen op of beweeg je oren. Je hebt toch wel eens een drol die je moet inhouden? Ja? Ja, dat is hem. Maar dan span ik mijn billen aan. Ja, dus je zorgt dat je hem naar binnen trekt. Ja. En dan heb je hier ook. Ja, maar dan heb ik dus, oké. Als je doe alsof je moet kakken, heel nodig, dan moet je toch inhouden, zo, je billen bij elkaar. Ja. En je buik naar binnen trekken. Ja. En dan heb je hem. Het is gewoon, als je, dat had ik ook altijd, weet je, dan ga je kijken, omdat je hebt altijd een ander beeld van jezelf. Ja. Het is alsof je... je eigen stem hoort en dan als je het op de radio hoort, dan is het ook weer. Dat denk ik. Je, het is anders. Ja. Maar als je nu dus het gaat filmen en je gaat bekijken en dat gaan de mensen zo meteen dus ook zien, dan ziet je er eigenlijk al heel erg goed uit. Je
Dus je hebt deze, die zijn bij jou al redelijk ontwikkeld, maar die krijg je dan nog meer. En als je dan dit aanspant, dan komt het helemaal goed. Die hele core is niet alleen je voorkant, hè, is ook je onderrug, is gewoon dat hele gedeelte hier in het midden, daar. Dat vergeten mensen heel vaak. Maar dat is het allerbelangrijkste. Kijk, en je hebt daar al een goede spierontwikkeling, hoor. Zitten bedoel je? Ja. Ja, je zit heel dicht tegen die sixpack aan. Het is nu de laatste 29 dagen is perfectioneren. Gas geven. En dan word je straks ben je gewoon... Zie je er echt fit uit. Dat is ongelooflijk, hè? Nee, ja, ik zeg het met een soort lach, omdat ik echt denk, ik ben gewoon een mannetje van de radio. Weet ik, maar ik kende jou vanaf vroeger. Zij was cola en peuk. En ik dacht bij mezelf, hoe red je dat? En ik vind het nu mooi om te zien dat je hoeft niet helemaal om te switchen. Nee. Maar er zit wel iets in waarvan je nu denkt, hé, hallo. Ja. Zullen we even gaan doen? Ja, we gaan naar beneden. Nice. Bam, goed zo. Wel een beetje kracht, niet als een meisje van 12 gooien, Giel. Nu gewoon weer. Goed zo, ja. Je hoeft er nu nog maar 7 met dat been. 6 en dan ben je klaar met dat been. Oh, lekker. Ja? Wat is het grootste misverstand over trainingen? Over? Ja, over trainen en over... Het grootste misverstand is dat mensen niet rusten. Nee. En het grootste misverstand is ook dat je overal voedingssupplementen voor nodig hebt. Ja. Eigenlijk is basic, je hebt een eiwitje nodig om alles weer te bouwen. Je kan ook gewoon eieren eten. Precies, en je vitamines. Het is alleen moeilijk om in je dagelijkse voeding altijd aan de hoeveelheden te komen. Ja. En slapen en rusten. Netflix op de bank, en af en toe in slaap vallen een uurtje. Dat gaat je lichaam helpen bouwen en herstellen, waardoor je weer meer energie krijgt. Je borst daar weghalen, dat lijkt me sowieso, maar ik weet even niet. En ik dacht, als iemand het weet, want jij, dat is ook gewoon een beetje jouw kanaal en zo, gewoon echte mannen, zou ik maar zeggen. Ja, moet ik dan ook dit scheren? Nee. Alleen mijn borst aan. Alleen je borst. En niet mijn benen. Nee, ik heb dat ook niet altijd, laten we eerlijk zijn, kijk, ik ben ook niet altijd... Je hebt dat ooit wel geschoren. Ja, tuurlijk, af en toe doe ik dat gewoon. Maar god, zeg, jij vindt waarschijnlijk dat je niet in shape bent nu? Nee. Nou, mag ik toch even, of vind je dat heel ongepast? Ik vind dus dat ik niet in shape ben. Tering, zeg. Dit is voor mij echt niet in shape. Dit is echt out of shape as fuck. Ja, maar ja, het is wel dat je gewoon bam. Ja, je hebt ook gewoon mooie rechten. Dat heb jij ook. Als je straks iets meer volume gaat trainen. Je hebt nu waarschijnlijk ben je heel veel aan het trainen en herhaling aan het doen. Dus als je wat zwaarder trainen, ga je net iets meer eten. En dan komt ineens dit. Maar moet ik dan nog binnen deze 29 dagen doen? Nee. Ik zou nu gewoon doortrainen. Dus als je nu gaat, is straks perfect. Eigenlijk was het gewoon mijn idee, hè. Om gewoon één bekendmakingsvideo, één onthullingsvideo. Maar ik kom zoveel inspirerende gasten dat ik toch maar gewoon video's blijf droppen. Er zijn nog zoveel leuke gasten. Ja, hè? Er zijn nog zoveel leuke gasten van Joël Beukers tot Miggy Bos tot iedereen is er. Je moet bij iedereen gewoon lekker gaan kijken. Want iedereen heeft iets waar je weer wat van kan leren. Top. Nou, ik zou zeggen klik op het belletje, want ik weet ook niet wanneer de video komt. Tot de volgende. Ciao. Bye bye.